He was a famous trumpet man, but out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man and he's cracked. But then the number came up and he was coming at draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made a blow with bugle for his Uncle Sam. They really brought it down because they could not jam. The captain seemed to understand. Because the next day at camp went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, the attitude. He blows it into the bar. He boogie rhythm, he can't blow a note unless the basic guitar is playing with him. We zijn vandaag op de themadag van de stichting Tweede Wereldoorlog Goeree Overflakkee. Althans, jullie hebben het georganiseerd. Kees Touwtjesdijk, de secretaris van de stichting. Hoe omschrijven jullie deze dag? Nou, het is een themadag waar we alle aspecten zeg maar, van de Tweede Wereldoorlog laten zien. We hebben Kiep de Roling op de grond staan. Dus met de voertuigen, de militaire voertuigen uit die periode. Een hele mooie collectie bij elkaar gebracht. We hebben een heleboel kraam staan, marktkraam op het terrein met stichtingen en andere musea. Die zich dus ook bezighouden met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. We hebben een aantal bijdragen in de lucht, als het weer ons gunstig gezind is. We hadden willen starten met een helikopter van de marine, maar die is om technische reden helaas thuis moeten blijven. Dus dat viel tegen. Maar wij hopen wel nog met de flypass van een aantal oude vliegtuigen te komen. Dus als het goed is, dan hebben we nog een paradropping. Dus we hebben in ieder geval alle aspecten die een beetje met die periode te maken hebben. Muziek, ook een big band, straks een aantal andere dames. We hebben een dame uit Engeland die zeg maar de Verelin van nu is. Een aantal dames die Andrew Sister Act doen, dus een podium en dergelijke. Dus eigenlijk alle aspecten wel. En dat dan met ter herinnering aan 65 jaar vrijheid. Ja, maar dat is eigenlijk, daarom is het specifiek ook dit jaar gedaan, denk ik, hè? Ja, dus inderdaad dit jaar. Dus nou eigenlijk 65 jaar dat dus de oorlog afliep. Je merkt ook dat een beetje spottend gezegd, de herinnering of de herdenking van de oorlog eigenlijk ook een beetje met pensioen gaat. We hebben dus dit jaar echt een heel bijzonder jaar van willen maken als onze toch nog jonge stichting. Dus best een hoop werk geweest, maar dat hebben we bewust gedaan omdat we ook best een hoop mensen nog hebben kunnen vinden. Ook nog nabestaanden, overlevenden zelfs, hebben we hier op bezoek gehad de afgelopen 2 weken ook. Ja, menselijkerwijs gesproken, ja, dan moet je natuurlijk als je over 5 jaar, waar we weer een jubileumjaar hebben, is de kans dat die mensen nog bij ons zijn, die wordt er wel heel erg klein. Dus we hebben echt dit jaar daarvoor willen bestemmen en ook ja, om deze reden flink uitgepakt. Ja, want het is ook wel gelukt, denk ik. Het is echt wel groot opgezet. Ja, dus eigenlijk als idee begonnen van nou we pakken een veldje en we laten wat leuke dingen zien. Althans leuke dingen, interessante dingen. En aanlangs werd dat toch wel dat mensen daar ook toch wel heel belangstelling voor kregen. Dus er kwamen extra aanmeldingen en stichtingen musea kwamen. Ja, dan groeit zoiets. Ja. Tot op een moment ook wij in contact kwamen met gemeente, politie, brandweer. Die, daar moet ik ook echt een dankwoord naar uitspreken. Die hebben ons enorm geholpen om dit ook mogelijk te maken. Tot een niveau zelfs dat op een zeker moment men zei van ja, maar het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld meer dan 2.500 bezoekers krijgt. Maakt dan vooral ook even een calamiteitenplan. Nou, dat soort zaken geeft wel aan. 8 vergunningen die we nodig hadden, geeft wel aan dat we dit wel heel serieus hebben opgezet. Ja. En dan komen er toch eigenlijk misschien nog meer dingen bij kijken dan dat je in eerste instantie denkt? Nou, dat is een heleboel. Ja. Dit zal ook zeker iets zijn waar wij niet elk jaar gaan doen. Nee, want dan gaat dat ook niet helemaal goed in de thuissfeer, vrees ik. Maar ik denk wel iets moois om wel op terug te kijken na vandaag. Want als je nu kijkt, ja, er zijn al best veel mensen. Het wordt nu echt gezellig druk. Ja, het wordt nu inderdaad gezellig druk. Ik wou dat het weer nog ietsje beter zijn best deed. We hadden een mooie dag beloofd, maar dat valt hier net nog wat tegen. En gelukkig, we hebben een gelukkig hoop mensen inderdaad. En je merkt dat het een lekkere sfeer op het veld is. Gelukkig hebben we heel veel vrijwilligers. Daar zijn we heel erg blij mee. Dus ook daarvoor een woord van dank bij deze. Maar het is gewoon wel even aanpoten. Ja. Ja. Maar leuk dat jullie dat initiatief hebben genomen. Wat ik nog wilde vragen, wat ik zo knap vind, is dat jullie met nabestaanden, maar ook met de mensen die bijvoorbeeld in het vliegtuig hebben gezeten, die nog leven, dat in contact zijn gekomen. Hoe kom je zulke mensen op het spoor? Want bij de herdenking bijvoorbeeld, die we de afgelopen week hebben gehad, zijn die mensen overgevlogen en zo uit het buitenland? Ja, klopt. We hebben voorafgaand aan dit evenement zit 2-3 jaar aan een vrij intensief onderzoek. Met name naar de luchtoorlog.
We hebben 35 voorvallen bij ons in de 40-45 die geregistreerd zijn op het land. Dus vanuit de lucht uiteraard naar het land toe. Via internet, via connecties, soms ook een behoorlijk stuk geluk hebben. Hebben wij inderdaad een heleboel kunnen terugvinden. Dus we hebben nabestaanden kunnen vinden, maar we hebben ook overlevenden kunnen vinden. En er zijn heel hartverwarmende reacties teruggekomen. We zijn als stichting gaan we bijvoorbeeld in juli gaan we een paar dagen naar Engeland toe. En op 9 juli om 1 uur worden verwacht bij de lunch bij een meneer die inmiddels 92 jaar is. En die hier op 18 september 1944 met zijn glider op weg naar Arnhem neer is gekomen. Nou, die man hebben we gevonden. Die heb ik gebeld toevallig op een dinsdagavond. Ik dacht, dat moet hem zijn. Na 1,5 jaar zoeken. En ik bel hem op en zeg, ben u meneer Douglas Smithen? En een krakende oude stem zei, ja, dat klopt. In het Engels uiteraard. Ik zeg, ben u die en die? Ja, ook dat klopt. Hij werkt, weet je dat je me precies op een 92e verjaardag belt? En hij voegde er aan toe en ik heb nog nooit zo'n mooi verjaardagscadeautje gehad. Ja. Nou, dat is een mooie reactie, toch? So I take a trip to Aldoro. No, that's not right. You know, I take a trip to Louisiana, honey, to get me my mojo made. And I said, I'll take a trip to Louisiana, honey, to get me my mojo made. But when I get back out here, oh, I got you deep in my heart. U bent de woordvoerder van de parachutisten van vandaag. Van welke stichting zijn jullie? Wij zijn van de stichting Pathfinder Parachute Group Holland. En uw naam is? Mijn naam is Willem de Boom. Wat doet de stichting zoal? Onze stichting is opgericht met als oogmerk om dus te herdenken en in herinnering te houden het militair parachutespringen wat hier in Nederland gedaan is. Want de meeste mensen weten niet. Maar eigenlijk is Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog één grote dropzone geweest. Dus behalve bij Arnhem zijn er op verschillende andere plaatsen gesprongen. En dat proberen wij met onze stichting in leven te houden. Door, net zoals die mensen die toen de tijd gesprongen hebben, zowel mannen als vrouwen, in dezelfde kledij te springen, dezelfde uitmonstering. En als zodanig geven we dus ook demonstraties, zoals hier bij het Bevrijdingsfeest. En ook diezelfde vliegtuigen worden die nog gebruikt? We gebruiken ook nog dezelfde vliegtuigen, alleen dat doen we meer op de grotere evenementen. Omdat we hebben hier ook een vrij kleine dropzone en in het kader van de veiligheid en uiteraard de financiën gebruiken we nu het kleine vliegtuig. Trouwens wel een historische dubbeldekker die we gebruiken waar we uitspringen vandaag. Maar normaal voor de herdenkingssprongen bij Arnhem, Groesbeek en Wolfhees, daar springen we uit een authentieke C-47 Dakota. En over 2 weken gaan we in Normandië gaan we er ook uit diezelfde kist springen. En wat is dat voor soort vliegtuigen? Dat een best wel grote begrijp ik, maar is dat ook open? Of? Die C-47 Dakota, dat was eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog het werkpaard van de geallieerde luchtlandingslegers. Het is een tweemotorige kist waar ongeveer een man of 20 in kunnen, al naar gelang de bepakking die ze bij zich dragen. En die vlogen dus in formaties van honderden, wierpen ze dus hun parachutisten uit. En daar vliegt er heden ten dagen momenteel een handvol nog. Waar hangt het nou allemaal vanaf of dat het wel of niet gaat gebeuren vanmiddag? Uiteraard van de weersomstandigheden. Allereerst hebben we de wind. Wat de voorspellingen zijn voor vandaag is dat de wind naarmate de middag vordert gaat aantrekken. Waarbij we dus nu gemeten hebben en de windsnelheid die we momenteel hebben die zit rond de 5 meter per seconde. Dat is voor ons te doen. Onze chutes die hebben zelf een voorwaartse snelheid van 5 meter per seconde. Dus dat zou betekenen dat je nagenoeg recht naar beneden zou komen. Maar verder in de middag worden er uitschieters verwacht naar hoger. En als hij boven de 6 gaat, dan begint het wat riskanter te worden. Daar komt nog bij dat er uit zee bewolking aankomt drijven. En als de bewolking te laag is, dus beneden de 1000 voet, dat we de grond niet meer kunnen zien, is het ook niet verantwoord om in de blinden te springen. En dan zou het helaas ook niet doorgaan. We gaan het in ieder geval proberen.